Het IMF heeft op 20 juni 2024 de zesde evaluatie van de Extended Fund Facility voor Suriname afgerond. Suriname kan daardoor 46,7 miljoen SRD, dus ongeveer 61,5 miljoen Amerikaanse dollar, extra opnemen, waarmee het totaalbedrag nu staat op 290,4 miljoen SRD. De evaluatie toont positieve economische resultaten zoals groei, dalende inflatie en verbeterd investeerders, dus vertrouwen. Hervormingen richten zich op economische stabiliteit, fiscaal en schuldbeheer, monetair beleid en structurele aanpassingen. Het IMF prijst Suriname voor de toewijding aan noodzakelijke hervormingen. Herbicidegebruik in het land en tuinbouw is belangrijk voor de bestrijding van onkruid die de nuttige gewassen in de aanplant aantasten. Gramoxoon en glyfosaat zijn twee van de meest gebruikte herbiciden in Suriname. Echter, incorrect gebruik van deze middelen kan de gewassen gevaarlijk maken voor consumptie. Daarom zijn er enkele regels vastgesteld door CELOS waaraan de landbouwer zich zou moeten houden om veilige producten te garanderen. Er bestaan daarnaast ook natuurlijke herbiciden zoals oplossing azijn, zout en afwasmiddel. De kantonrechter heeft op 18 juni 2024 QW veroordeeld voor verkrachting, gemeenschap met minderjarigen en ontucht in een oppashuis te Flora. QW betuigde spijt en vroeg om vergeving. Hij kreeg 10 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en moet begeleid worden door een psycholoog en forensisch maatschappelijk zorg.